Een hele goede morgen mensen en welkom bij Koerskijken met John. Ik ben de Bitcoin Consultant en dit filmpje is educatief van aard en geen financieel advies. En het is vandaag vrijdag 14 februari en dat betekent dat het de dag van de liefde is. En om mijn liefde te tonen aan jullie heb ik speciaal voor vandaag een Valentijnsactie. En wat houdt de Valentijnsactie in? De Valentijnsactie houdt in dat je voor jezelf, om jezelf te verwennen of je partner of iemand anders die je leuk vindt, met een korting op mijn tradingcursus. Hey, jullie kennen mijn tradingcursus misschien inmiddels, waarin je kunt leren traden. Met de link die je vindt onder in de video, in de beschrijving van de video. Als je daarop klikt, dan ga je meteen door naar de Sofos website. Wordt de cursus toegevoegd aan je winkelmandje, zoals je hier bovenin ziet. En hoef je alleen nog maar je winkelmand te bekijken en af te rekenen. En je krijgt in totaal 14% korting, wat de cursus een stukje goedkoper maakt. De code is geldig tot eind zaterdag, morgen dus, middernacht en daarna houdt die code op. Dus tot die tijd kun je er gebruik van maken. En ik zou zeggen, geniet van de liefdevolle dag vandaag en geniet met je partner of ga lekker traden vanavond met de cursus. Leren traden dan. Nou, mocht je nog niet zeker weten of je de cursus zou willen, en dan kun je ook nog de kennismakingscursus doen die je kunt vinden op Sofos. En die heet Kennismaking, Handeling Bitcoin en Cryptocurrencies met behulp van technische analyse. 80 andere mensen zijn je voorgegaan en aan de reviews te zien waren ze er ook tevreden over. Goed, op naar de technische analyse. We gaan meteen beginnen met de CME Futures kaart. Er zit nog steeds een uptrend in. De 12 EMA die blijft support, deze blauwe lijn. Een beetje inzoomen, hè? Die blijft support. Dus zolang die support blijft, verwacht ik ook dat we nog verder kunnen gaan. Al is 10.500 een mooi niveau om deze opwaartse trend een keer te stoppen. Daaronder hebben we nog een CME Futures Gap die nog niet gevuld is op 8.525 tot, laten we zeggen, 8.600. En boven zit ook nog een Futures Gap die open is op 11.695. Dan op de wekelijkse grafiek. Wat we eigenlijk nu zien is een candlestick die de vorige keer bearish actie aangaf. En dat is een paar weken, maanden terug, 27 mei, de week van 27 mei 2019, toen we eenzelfde soort candlestick zagen. Toen kregen we eindelijk na wekenlange stijging, kregen we een drop. En zoals ik eigenlijk op de maandelijkse grafiek al maanden laat zien, is dat ik verwacht dat we in een evenwichtpatroon gaan komen en dat we daar richting de halving uit gaan breken. Of misschien wel net na de halving, het is net hoe die gaat vallen natuurlijk. Dus we zijn al weken aan het stijgen en ik zeg ook al een tijdje dat we een higher low moeten gaan vormen ten opzichte van deze bodem. En die HL, de higher low, die kan zich vormen in de zone tussen de 0,382, 0,5 en 0,6184 Fibonacci niveau. Dat zijn in ieder geval de niveaus waar ik naar kijk. En als we kijken naar deze candlestick en we vergelijken met die, en dan lijkt die inderdaad op elkaar. En we zitten natuurlijk wel in een uptrend, wat betekent dat de bulls de dip eigenlijk wel vaak aan het kopen zijn. En dat zal in dit geval ook zo zijn, ondanks de daling die we potentieel kunnen zien. Hè. En dat was toen de tijd, hebben we een daling gezien van 15%. En als we hier 15% zouden zien, dan zouden we terechtkomen op, even kijken, 10, nee, de 0,5 Fibonacci niveau, wat ligt op de 8600. Wat geheel toevallig natuurlijk ook weer ongeveer gelijk loopt met de CME Futures Gap. Nogmaals, ik zeg niet dat we nu die correctie gaan zien. Mijn uiteindelijke doel voor deze opwaartse trend is wel de 0,5 Fibonacci niveau rond de 11.400, de bovenkant van deze grafiek, van deze lijn. Maar goed, we hebben nog geen echte pullback gehad, dus het kan wel goed zijn dat we nu die pullback gaan hebben om vervolgens toch door te gaan richting die 11.400. Om vervolgens daarna pas deze groene lijn verder naar beneden te gaan volgen. Op de wekelijkse grafiek is dat in ieder geval waar ik nu naar kijk. We zien ook dat het volume eigenlijk aan het afnemen is, terwijl we omhoog bewegen. En ook dat is gewoon bearish divergence, wat aangeeft dat de koers, het is bullish. Het ziet er bullish uit, maar is het ook echt bullish? We gaan het meemaken. En op de dagelijkse grafiek blijf ik ook kijken naar een rising wedge. We zitten nog steeds in een uptrend. Zodra deze lijn wordt gebroken, dan verwacht ik dat. Nou, dan gaan we met een retest waarschijnlijk de rising wedge compleet maken. En de targets waar ik dan in ieder geval ook naar kijk, is zeker die 8400 niveau hier. Even kijken, nee, 8200 is dat de onderkant van het support hier, 8250.
50 is dat uit mijn hoofd een support van eerder en resistance ook geweest. Dus mochten we deze rising wedge eerst gaan voltrekken voordat we door naar boven gaan, dan kunnen we dus nog wel een stukje dippen voordat we verder naar boven gaan. En we zitten dus in ieder geval op die resistance hier, 10.500. We gaan even zo direct kijken op de lagere timeframes, dat er eigenlijk wel een strijd gaande is rond die 10.500. Dus ik zeg, we zien hier een rising wedge. En als we de lijn volgen, dan kunnen we zelfs nog wel gaan zakken tot op de 10.000 bijna. Laat zeggen 10.000. Zolang we boven de 10.000 blijven, dan lijkt het veilig en kunnen we de uptrend wellicht verder voortzetten. Breekt deze lijn na een vierde test, want we hebben nu 1, 2, 3 en wellicht een vierde test gaan we krijgen. En je ziet gewoon hoe vaker een trendlijn wordt getest, ook al is het een uptrend, hoe vaker een lijn wordt getest, een support of een resistance, hoe hoger de kans dat die gaat breken. Dus dit wordt een interessant punt. En vrijdag is vaak volatiel, dus ergens in de avond kunnen we meer volatiliteit verwachten. En gaan we even kijken wat deze lijn en support gaan doen. Maar goed, zolang we boven die 0,618 en die 0,65 Fibonacci-niveau blijven, en de Golden Pocket hier vanaf dit punt naar dit punt gemeten. Zolang we hier boven blijven, dan zie ik dat we in ieder geval de bullish voortzetting, de uptrend kunnen voortzetten. We zien hier nu dat die 0,5 is aangeraakt, maar dat gaan we even op de 4-uur grafiek bekijken. Dus eigenlijk, er zijn op de 4-uur grafiek sowieso meerdere bearish indicatoren te zien. We hebben bearish divergence gehad op de grafiek, op de RSI en de prijs. Daarna hebben we een double top gehad. We hebben zelfs nog een derde test gehad, want dat gebeurde gisteren natuurlijk ook. Op de 1-uur grafiek kunnen we duidelijker zien dat hier gewoon het Bart-patroon was. Maar het is duidelijk dat de 10.500 wordt verdedigd door de bears. En dat we nu in ieder geval 3 keer de 10.500 hebben getest. En dat we daarna zijn gaan afdruipen als bulls zijnde in ieder geval. Maar zoals je op de dagelijkse grafiek al zag, we zijn tot de 0,5 Fibonacci niveau gedropt. Die lijkt te worden verdedigd. Dus ja, het wordt een beetje een strijd zo te zien. En op dit moment zit de 4 op signaal in een uptrend. Nee, eigenlijk in een downtrend nu. Nee. Een high en een lower high hebben we nu gevormd. En als we de 10.063 gaan breken, dan hebben de bears duidelijk de overhand. En op dit moment zitten we op de 26 IMA. Dus ik zeg altijd dat de bulls sterk aanwezig zijn als zij de 12 IMA, de blauwe lijn, behouden. Inmiddels zijn we doorgezakt naar de rode lijn, de 26 IMA. En die lijkt op zich op dit moment nog support houden. Maar die lijkt misschien wel te gaan breken. En als we doorgaan naar de 1-uur grafiek, daar hadden we gisteren eigenlijk toch wel een Bart-patroon, maar die is hard afgeslagen door de bears. Dus we zijn flink gezakt. Ik zei gisteren eigenlijk dat dit een ascending triangle was en dat die mogelijk naar boven zou kunnen uitbreken. Maar dat is uiteindelijk een fake-out en daarna zijn we doorgegaan naar beneden toe. Hebben we opnieuw een symmetrische driehoek gevormd. En deze is overigens keihard door de bears afgeslagen. Dit is vooral een wick die mij eigenlijk wel zorgen baart. Want dit zegt mij dat de bears in ieder geval die 10.500 sterk gaan verdedigen. En deze symmetrische driehoek is inmiddels ook naar beneden uitgebroken. En na de uitbraak hebben we hier support gevonden, hebben we hem geretest en zijn we daarna weer door naar beneden gegaan. Dus het lijkt erop dat we in ieder geval voorlopig op de lagere timeframes de trend naar beneden gaan voortzetten. En dat is ook helemaal niet erg, want we moeten op de dagelijkse trend moeten we een high vormen en ook weer een high low. En vervolgens weer een high high te kunnen vormen, omdat we wel een trend nodig hebben. Dus het is allemaal nog niet erg. Pas als we op de dagelijkse lijn die rode de lijn van de onderkant van de rising wedge gaan verbreken. Dan de Bitcoin dominantie. Die lijkt wellicht hier een bodem te willen gaan vormen. Het momentum is na deze candlestick wel aan het afnemen. En we hebben eerder deze support hier gebroken. Support daaronder ligt op de 60,4%. Dus de koers heeft nog 1,4% te zakken voor de Bitcoin dominantie, sorry. En nou ja, laten we in de gaten houden wat er gebeurt. Want elke keer als we zo'n groene candlestick zagen, dan veranderde die later in de dag toch nog in een rode en gingen we door naar beneden. Dus even afwachten. Zolang deze downtrend aanhoudt, blijven de altcoins shinen. Want dat betekent dat de altcoin dominantie omhoog gaat. En op de altcoin grafiek zien we dat de resistance pas komt bij hier ongeveer, richting die 39,4. Wat ook hier betekent dat we nog 1,4% kunnen gaan stijgen.
En bij de Bitcoin-dominantie zeggen dat we nog 1,4% moeten zakken voor de support. Dus ga het in de gaten houden. Dat was het in ieder geval voor deze analyse van deze week. Ik zou zeggen, happy trading. Maak gebruik van de korting. Geniet van je geliefdes. En een heel fijn weekend.